Ja, toch wel. Ja. Ik zie. Doe dan vrouw. Of niet? Het opzetten. 14 mensen al. Nee, je hond voor. Wat dat? Ah, die vrouw zullen misschien hier komen. Op die Ja, comment. die staat ook wel een opmerking die ingesteld. Ik weet niet wat dat is. Eén like, we hebben wel één like. Ja, oké. Ja. 32 mensen. Ik moet vragen. Dat is nice. Misschien moeten we met dan wat beginnen. Dat mag niet. Dus heb je van meer volk of van? Ja, zeker. We zijn nog heel even aan het wachten tot er wat meer volk is. En dan kunnen we beginnen met eventueel al de vragen die we hebben doorgekregen via mail of jullie vragen nu live. We zien dat niet. Heeft die computer anders? We zien die vraag niet. We zien die vraag niet. Wat vinden jullie van een nieuwe versterking? Ja, bij Ik heb altijd was dat een wat vinden complimentje. wij van de nieuwe versterkingen? Ja, Phil hebben we nog maar een paar keer op training gezien. Maar hij ziet er wel een hele goede speler uit, heel atletisch. Maar zodra die jongens ingewerkt zijn, denk ik wel dat daar heel goede teamplayers kunnen worden. En dat we echt wel een goede ploeg kunnen worden. Ja, ik denk het ook. Het zal wel even, we hebben nu toch 2 weken tijd voor onze eerste volgende match. En dan gaan we er wel als ploeg voor zorgen dat die twee nieuwe jongens hun eigen goed voelen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. En hoe gaat het? Met ons gaat het goed, denk ik. Hoe gaat het bij jullie? Ik denk dat we ineens wel die vraag van Mark kunnen aansluiten van hoe dat met ons gaat, want ze missen ons. En de vraag was, hoe vinden jullie het om te moeten spelen voor de lege tribunes? In het begin was het echt wel aanpassen, omdat je bent altijd gewoon voor fans te spelen, of toch zeker voor heel veel volk in de Lotto Arena. En dat doet heel veel, dat geeft enorm veel, ja, het is gewoon motiverend voor ons om te spelen. Maar ik denk dat, ja, intussen tijd is het een soort van gewoonte geworden. Het is geen leuke gewoonte, maar we kunnen er al iets meer tegen. Maar ik denk dat we hopen dat we nog tegen het einde van het seizoen misschien een paar mensen binnen kunnen hebben. Of anders voor het seizoen daarna. Wat zijn de ambities dit jaar? De ambities zijn natuurlijk om de titel te pakken. Ik denk dat dat voor iedereen zo is van de ploeg. Ik denk dat we een heel goede ploeg hebben nadat de twee versterkingen er ook zijn. Dus ik denk dat we zeker wel een grote kans maken om de titel te winnen. Natuurlijk zijn we nog gemotiveerd. Ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap is van pro-sporters. Ook al zijn er moeilijke momenten doorheen het seizoen, die motivatie moet altijd blijven. En ik denk dat de motivatie zelfs nu nog hoger is, omdat ze misschien ons meer als een underdog beschouwen. Dat we dan beseffen van, oké, wat de mensen zomaar denken. En dan zijn wij extra gemotiveerd voor heel goed te spelen en voor die titel te kunnen gaan spelen. Wij hopen er met de play-offs bij te zijn. Wij hopen dat ook natuurlijk. Al gaat het moeilijk worden, maar het zou ook heel goed zijn voor ons, want ik denk dat altijd een extra motivatie is als de fans erbij zijn. Dat is ook heel belangrijk. Oeh, dat is wel een goede vraag. Ik denk voor mij persoonlijk de beste ploeg dat wij, of slechtste ploeg dat we tegen gespeeld hebben, is Bologna. De ervaring en talent dat die
dat die ploeg had, ja, dat kom je in België niet tegen. Met ex-NBA-spelers, ex-Euroleague-spelers. En dan voor mij persoonlijk vind ik Theodosius eigenlijk dan de sterkste speler dat we tegen gespeeld hebben. Het is niet makkelijk om er tegen te spelen, maar je leert er enorm veel van bij. En ik denk dat ons alleen maar beter kan maken in de toekomst. Ja. Volledig gelijk heb ik. Bye-bye. De grootste concurrentie dit jaar, ja, ik denk dat iedereen het wel weet, Oostende. Dat zal altijd onze grootste concurrent zijn. En we zullen dit jaar die proberen te verslaan. Ik denk dat we er ook wel naar uitkijken om terug tegen Oostende te spelen met een hele volledige ploeg. Dan gaan we zien wat dat gaat opleveren. Maar ik denk dat dat zoals voor de voorbije jaren wel dezelfde matchup gaat zijn. Ook al mogen Mons en Aalst niet onderschatten. Ook ploegen die momenteel heel goed bezig zijn. Maar als we mogen hopen op een finale, dan toch liefst tegen Oostende, denk ik. En dan zal ik eens een vraagje pakken Ja, die dat is je... een Ik zal eens een vraag aan u stellen, Vriends. mijn vraag. Waar en op welke leeftijd ben jij beginnen basketten? Ik ben beginnen basketten, ook bij de Antwerp Giants hier, op mijn 4 jaar. Allee, eigenlijk om mijn 3,5, maar ik werd 4 jaar dat jaar. Dus ik ben al sinds heel jong hier bij de Giants. En jij, Vinnie? Ook op mijn 4 jaar, maar bij Soba. En dat was op Kiel vroeger en ben ik ook op mijn 4 jaar beginnen basketten tot mijn 16 bij de jeugd. En dan Sint-Jan, Aalst, Oostende en nu samen met je bij Giants. Mooi. Wat doen wij zoal in onze vrije tijd? Ja, door corona is het wel enorm moeilijk om iets te doen in de vrije tijd, maar ik denk dat we allebei ook wel familiemensen zijn. Dus ik denk dat we blij zijn dat we dat nog kunnen doen, onze familie zien en voor de rest een beetje gamen. En dat Dat zal is het wel goed. zijn. Misschien als het weer wat beter gaat worden, dat we wat van naar buiten kunnen gaan, maar voor het moment is het beperkt tot die dingen. Vinnie, zou je later een ploeg willen coachen? Ik denk dat wel. Ik zou graag jeugdploeg coachen. Omdat ik wel graag jonge gastjes wil begeleiden. Ik vind het altijd wel leuk als je die jongens ziet groeien. Maar ik denk dat dat wel iets is voor in de toekomst. En momenteel wat focussen op mijn eigen carrière. Ja. Ik denk niet dat dat mijn sterkste punt zal zijn. Ik wil wel sowieso in de basketwereld blijven, denk ik. Maar ik denk ploegcoach dat dat niet echt. Allee, momenteel sta ik er nog niet echt achter. Jongen. Nog heel jong. hebben hier nog. Oké, stel het seizoen is gedaan, off-season begint. Wat doe jij het liefst om in shape te geraken in off-season? Liefste. Ja, of hoe zie je off-season eruit? Hard werken in de fitness, on the court. Ik denk dat het gewoon het belangrijkste is om heel fit te blijven en beter te worden in de offseason. Dat is het belangrijkste, denk ik, voor elke speler. Ja, sowieso. Ik weet ook wel, als je kunt genieten van de vakantie een tijdje, omdat dat wel nodig is, mentaal en fysiek. En dan gewoon direct bezig zijn, ook met aan nieuwe dingen werken, aan nieuwe moves werken, of aan je zwaktes werken. Is dat fysiek, is dat aan fundamentals, aan die eigenschappen, omdat je dat kunt opbouwen en al beter bent in de pre-season. En dan kan je in de pre-season met de ploeg gaan trainen op het fysieke vlak en dan kan je een achtercent beter toewerken. Wat is jullie favoriete game op de PlayStation of Xbox? Voor mij is dat Call of Duty. Ik speel graag shooter games. Maar voor veel hier zal dat wel ook 2K zijn. Zo vooral voor Steph en voor Sterling, die spelen heel graag 2K. Dus ik denk dat dat in de ploeg wel wat verspreid is. Maar voor mij is dat vooral Call of Duty. Voor mij ook wel, ik speel ook meestal Call of Duty. Ofwel met mannen van de ploeg, ofwel met mijn vrienden naast een basket. En dat is nu ook een van de weinige dingen dat we kunnen doen buiten de training. En om in contact te blijven met onze vrienden, denk ik. Hebben jullie beide de topsportschool gelopen? Is het volgens jullie mogelijk zonder topsportschool op jullie niveau te geraken?
Ik denk dat dat zeker mogelijk is, maar topsportschool heeft wel mijn mentaliteit heel hard veranderd. Dus voor mij was dat wel een goede keuze. Maar ik denk niet dat dat echt moet om op het hoogste niveau te geraken. Want ik denk dat Vincent niet naar topsportschool is gegaan. En ja, hij staat er toch ook. Ja, nee, ik had wel de mogelijkheid om naar een topsportschool in Leuven te gaan. Maar ik heb dan een goed gesprek met mijn ouders en familie gehad. En op dat moment wou ik heel graag nog andere dingen doen buiten basket. Ook al train ik wel hard voor basket, maar ik wou het een beetje gescheiden houden. En ja, ik ben ook op dit niveau terechtgekomen. En ik denk gewoon, als je het echt wilt, dan ga je altijd wel manieren of tijd vinden om zo hard mogelijk te werken om te proberen op dit niveau te geraken. Wat vonden wij van de Europese campagne in de Euroclub? Wat jij vindt? Ik denk dat het een heel grote ervaring was voor ons. Op sommige momenten was het ook heel moeilijk voor ons, omdat wij natuurlijk een paar matchen hebben laten vallen, die we zeker wel konden winnen. Maar ik denk dat we er echt wel veel ervaring hebben kunnen opdoen. En ja, dat wel ook goed is voor onze carrière. Maar jammer genoeg hebben we niet kunnen presteren wat we wilden, maar het was wel ook een heel plezante campagne. Ja, ik denk dat het sowieso niet makkelijk was, omdat we tegen een heel sterke ploeg kwamen. Omdat nu zijn drie van de ploegen dat wij in de groep mee stonden, zitten nu bij de laatste acht, dacht ik. Dus dat wil ook wel zeggen dat we in een heel sterke groep zaten. En op dat moment is dat niet makkelijk om maar één wedstrijd te winnen. Maar als je ziet tegen wat voor ploegen dat je hebt gespeeld, tegen spelers, dan kan je alleen maar blij zijn dat je daarvan kan leren. Ik zeg Robbie Wie kan het beste van de Rogiers. midlijn shotten? Ja, ik denk dat een top 3 toch wel Dennis Dokkler, Niels van den Einde en Nicke zal zijn. Sorry, Peter. Nee, maakt niet uit wel. Goeie vraag van wie wel? Ja, wie was die vraag? Niet een flauw idee, oké. Heb jij een bepaald ritueel voordat je aan de wedstrijd begint? Normaal heb ik wel heel veel rituelen, maar ik probeer mij daar een beetje te beperken. Maar ik wil altijd toch wel dezelfde muziek voor de wedstrijd. Nee. Gewoon muziek maakt voor mij niet zoveel uit. Ik probeer toch altijd wel een dikke 2 uur voor de match aanwezig te zijn. Dat ik op mijn gemakjes zou, ja, nu dat mijn Niels Ridder al mijn shots kan pakken voordat er te veel mannen aan onze basket staan. Ik eet altijd wel hetzelfde. Ik eet altijd een goede pasta voor de wedstrijd en zo van die zaken. Maar het is niet dat ik heel hard bijgelovig ben. Alle vrouwen die je hebt. Wacht er opnieuw vrouwen. Wie wil jij graag in de ploeg? Die vrouw. Wie wil je graag in de ploeg? Ik denk, ja, dat we gewoon blij zijn met de ploeg dat we nu Ja. hebben en dat we daarop moeten focussen om echt de ploeg te vormen. En dat zal wel wat tijd vragen, dat is normaal. En het belangrijkste is dat we tegen de play-offs er staan als ploeg. En dan kan er wel goede dingen gebeuren. Maar nog even wachten, omdat er nog vragen binnenkomen. Ik wil jullie van het vertrek van café. Zullen we nog even wachten op nog vragen en Nee, dan misschien is niet een sterke dus, kennis. Ik wil in mijn koppel zitten. Ik denk dat alle fans het wel beu zijn om er
niet bij te kunnen zijn. Voor ons is dat net hetzelfde, want ja, fans doen heel veel, dat geeft ons extra motivatie, adrenaline in de zaal, veel meer sfeer. Dus voor ons is dat allemaal even moeilijk. We zullen even wachten of er nog vragen binnenkomen, anders gaan we bijna afronden. Doe je maar. We hebben veel koffer nog maar één keer gezien eigenlijk. Het is nog iets te vroeg om te zeggen hoe dat hij is als speler, maar we hebben er wel alle vertrouwen erin. En ik denk dat nu het belangrijkste is dat wij hem goed thuis gaan voelen. En we hebben nu 2 weken tijd om samen te kunnen trainen en hopen dat hem zo snel mogelijk geïntegreerd is in de ploeg. Naam natuurlijk zijn. De vraag is meest bijgekregen van coach Begijn. Ik denk zeker altijd het positieve zien. De coach is een heel positieve coach die niet spelers gaat uitschelden. Ik denk dat we altijd wel, ook al had het moeilijk, maar moeilijke momenten gaat dit seizoen, dat we altijd wel positief moeten blijven. Omdat hoe negatiever je denkt, dan ga je zelfvertrouwen naar beneden en ga je spel ook sowieso naar beneden. Dus ik denk dat dat wel het is wat ik veel van coach heb geleerd. Welke positie speel je het liefst? Ik speel het liefst op de shooting guard, op de 2-positie. Dat daar ook mijn beste positie is volgens mij. Dus dat is mijn favoriete positie. Bij mij is small forward op een 3. Ik speel al heel lang op die positie en ben het echt al gewoon geworden. Nee, ik voel mij nog altijd wel veel beter in Antwerpen natuurlijk. Bijna afronden. Ja, ik denk dat het nu tijd is voor af te ronden. Ik wil jullie graag bedanken voor alle toffe vragen. En hopelijk kunnen jullie zo snel mogelijk terugzien in de Lotto Arena. Waar ik zo hoog geleerd springen. Ik heb heel veel shots onder mijn gat gekregen van mijn Thuis. ouders thuis. Dus, nee, ik zal gewoon zeggen dat het door de koen en bries komt, door al zijn squats. Wow. Nee, ja. Merci iedereen, Allee, salut. doei.